het is ongelooflijk. Dat is Koenen Sandefest editie 2020. Vers van de planken. Dames en heren, mag ik de handjes op elkaar? Dat is leuk voor de montage. Voor niemand minder dan Calvijn. Wat een lieve woorden, Barend. Hey. Ongelooflijk vind ik het. Okay. Het is heel simpel. We gaan een aantal vragen stellen over jouw laatste keren. En ik verwacht van jou, zoals ik je ken, een oprecht en een zo dicht mogelijk bij de waarheid zit het antwoord. Godverdorie, wat een druk. De laatste keer dat je trots was op je eigen werk? Nou, gisteren heb ik 2 liedjes gemaakt. Wat heb je gemaakt? 2 liedjes, waarvan 1 echt goed en de ander ook wel oké. Okay. En met wie heb je die gemaakt? Met Blanks, Simon de Wit. De laatste keer dat je moest lachen om je eigen grap? Dat is echt lang geleden. Echt? Ja, ik vind mezelf echt niet zo grappig. Nou, maar je moet altijd gewoon als eerste hardste bulder om je eigen grap. Dat doet Thomas Bergen ook altijd. Ik ben met hem op Robinson geweest en hij vertelde altijd moppen. Ja. En hij was de enige die moest lachen. Wereldfan. Lekker. Ik zie ventjes van 17, 18 in auto's rijden waarvan ik denk, hoe kan dat? Maar bij jou zie ik dat niks. Ja, ik ben gewoon skeer. Je bent niet skeer. Nee, oké. Okay, maar wat is je laatste dure aankoop? Mijn huis. Ik heb een huis gekocht en daar ben ik super trots op. En die was, nou ja, dat vond ik heel duur. Maar verder, echt sindsdien, ik koop bijna niks wat echt duur is. Maak je geen zorgen, hij verdient nog geen miljoen per jaar. Mocht je daar zorgen over maken, dan heb je nu het antwoord. Maar de laatste keer dat je ruzie hebt gehad, dat moet wel met je vriendin zijn, denk ik. Sowieso met mijn vriendin. Want zij is wel ook een beetje jouw tegenpool ergens. Zij is wel pittig. Ja. En daar hou ik wel van. Ja. Maar ze vinden het niet leuk als ik dat zeg. Dus ik krijg waarschijnlijk 1 dislike op deze video van haar. Ja. Maar wij zijn net een maand op vakantie geweest. En ja, tuurlijk hè. Je kan niet op vakantie zonder ruzie te maken. Maar ik vind het wel grappig dat jij weer heel erg probeert mee te liften op haar carrière. Ja, weet je, dat is gewoon hoe het werkt. Foto's met elkaar werken, gewoon het beste op Instagram. Nee, ik heb een vrouw die goed voor zichzelf kan zorgen. En daar ben ik trots op. Hoe lang al samen? 100 maanden laatst. 100 maanden? Ja, reken dat maar even uit. Vanuit Oost-Groningen naar dit. Hey, juist. De laatste foto die je hebt gemaakt met jouw telefoon. Dus pak hem maar uit je zak. De foto die ik gemaakt heb? Ja. En ik kijk mee, hè. Insert frikandel pinda. Dit is echt te triest voor woorden. Ja, dit is een foto van een soort karton. En er staat op insert frikandel pinda. Nou, moet jij raden waar het voor is? Je hebt je telefoon bij je, houden, maar bij je de laatste app die je hebt gehad. Nou ja, in deze bunker heb je bijna geen bereik. Dus maar doe me gewoon wel eerlijk. Wil je echt de allerlaatste? Ja. Of wil je gewoon eentje die boeiend Ik wil je het entreegebied bewoners app. Ja, dus ik ben net verhuisd. Ja. In een nieuwbouwwijk heb je al die nieuwe bewoners. Heb je zo'n WhatsApp groep. Ja. En Duco zegt... Haha, dan is het denk ik bij de Primera. Duco zegt, dan is het denk ik bij de Primera. Nou, zo degelijk is dus mijn leven. Hey, ben je wel eens jaloers op een andere YouTuber? En zo ja, wanneer was de laatste keer dat het gebeurde? En wie? Nou, ik vind, heel eerlijk, hand op mijn hart. Ja. Iemand als Bram Krikke. Het lijkt wel alsof alles wat hij aanraakt, is gewoon, wordt goud. Ja. En dat vind ik heel knap. Ja. En dan maakt hij wel zo'n Instagram filmpje en dan denk ik, ja jongens, dit is zo simpel, dit had ik ook gewoon kunnen bedenken. Ja, maar we bedenken het niet. Nee. En hij doet het. Dus Bram, good job man. Ben jij wel eens onzeker over je uiterlijk? Nee, valt wel mee. Ja, maar je bent toch wel gewoon een mens? Ja, ik ben niet zo onzeker hoor. Vroeger wel. Vroeger dacht ik dat ik dik was. Maar toen leerde ik jou kennen en toen dacht ik, ah, valt wel mee. Gaat hij weer lekker steken? Hey, de laatste bekende Nederlander met wie je uit eten bent geweest. Vind ik een hele leuke. Ja, dat was... Dat was echt sick. Dat was Prinses Laurentien. Ja. Hoe kom je daarmee aan een tafel? We zijn gewoon vriendinnen, denk ik. Vrienden, vriendinnen. Maar dat is toch belachelijk? Ja, ik weet ook niet precies waar het op slaat. Maar wat moet je ermee? Op een of andere manier vindt ze het super gezellig. En ik vind het ook wel gezellig. Ah, zij is gewoon relaxed. En ik vind het wel... Ik heb niet eens door dat zij een prinses is, zeg maar. De laatste roddel die je over jezelf hebt gelezen. Eigenlijk alles wat mensen online over mij zeggen is ook wel vaak gewoon waar. Ja, er was 1 roddel dat ik een kleine lul zou hebben, maar daar maak ik me niet zo druk over. Dat is ook wel waar. Ja, daarom, dus het kan me niet zo veel schelen. Hij staat bekend als de beste 2 centimeter ter wereld. Ga maar even naar beneden. De laatste keer dat je iets romantisch hebt gedaan. Dat was vorige week. Toen gingen Nina en ik 100 maanden. Ja. Toen kwamen ze thuis van een etentje met 2 andere mannen, dus daar moesten we het nog even over hebben. Tuurlijk. Maar toen had ik 100 rozen gehaald, kaarsjes in de gang. Ja. Ja, dat was het. Maar lag je op de bank voetbal te kijken? Jazeker. Want ik heb namelijk die Insta-story gezien. Als ik gewoon rozen haal, dan hou je gewoon je bek, kan ik gewoon rustig voetbal kijken. Dat was mijn tactiek. Tot zover de laatste. Dankjewel. Like en abonneer.